Iedereen heeft tegenwoordig al een koers of 1, 2, een koersdag of 6, 7, 8 wel in de benen heeft. Dus ja, in principe is het niet meer openen natuurlijk. Een beetje sentiment. Een beetje sentiment, dat is het eigenlijk. Het is de opener van het klassieke voorjaar, zou ik zo zeggen. Ben jij sentimenteel? Nou ja, dit is wel een speciale dag. Ik bedoel, en zeker ook, we staan hier dadelijk weer met al die mannen aan het vertrek. Dat moet bij iedereen toch weer prikkelen, want anders dan moeten ze maar in de UAE gaan koersen. Ja, dat is gewoon een speciale dag en ik kijk hier altijd enorm naar uit. Ja. Wat maakt het bij jou weer los vandaag? Dit zijn gewoon de mooiste koersen. Kijk, uiteindelijk, zeker voor dit type renner, meer dan de helft van de koersen, heb je een ondersteunende rol? Is het wachten tot je gelost wordt of moet je een sprint voorbereiden? En ja, dit is in de koersen waarin er zeg maar toch gewoon kansen liggen. Tegenwoordig is het niveau hier ook zo hoog, dus het is ook weer niet dat iedereen hier zomaar een uitslag rijdt. Maar ja, het zijn wel de koersen waarin er heel veel mogelijk is en waarin heel veel jongens gewoon dromen van een goede uitslag. Dat is wel mooi. Wat heb jij te vinden bij jezelf dit voorjaar? Ook een mooie uitschieter eigenlijk. Ja, daar gaan we ieder jaar mooi voor. Zit het erin? Waar sta je? Qua conditie? De winter was iets minder. Dus ik denk dat ik wel nog wat werk nodig heb. Aan de andere kant heb ik het gevoel dat iedereen tegenwoordig steeds vroeger in orde is. En hoeft het ook geen nadeel te zijn dat we zeg maar wat verderop wat beter worden. En dat het eerder in maart, april zou zijn dat ik top ben. Ja, hoe gaat jouw rol wel zijn dit klassieke voorjaar? Ja, we hebben natuurlijk Biniam vooral. Dat is wel onze leider. En we hebben een aantal jongens de ronde die met een goede dag gewoon echt wel ver kunnen komen. En goed, dat is een beetje afwachten hoe iedereen de winter verteerd heeft en hoe we ons in de koers gaan mengen. Maar ja, we willen ons laten zien en toch altijd proberen voor een uitslag te rijden. En dat is voornamelijk Biniam, maar ja, nog een aantal andere jongens waarin we dat wel willen proberen in ieder geval. Succes. Dankjewel. Veel plezier. Yo. Mike, 2 jaar geleden hadden jullie eigenlijk een super voorjaar toen met Bini en met Christophe. Hoe moeilijk is het om dat te evenaren? Ja, dat is vorig jaar al wel gebleken. Hè? Dat bevestigen altijd wel enorm lastig is. En dat zal denk ik dit jaar weer eenzelfde verhaal zijn. Ik denk wel, hij is goed begonnen in Australië, dus dat zal een opsteken. Maar dat is aan ons om te laten zien. Maar feit is dat dat niet gemakkelijk is. En dat deze koers ook steeds zwaarder bezet zijn. En ik denk als we de startlijst kijken dat het echt niet meer zo gemakkelijk is om ook hier gewoon gemakkelijk punten te scoren of gemakkelijk een uitslag te scoren. Want ja, het is gewoon bijna alle mannen zijn hier. Dus dat is een enorme opgave. Maar ja, we gaan ervoor, want anders kunnen we beter thuis blijven, denk ik. Waar komt dat op aan? Is dat bepaalde details? Vorig jaar voor Bini misschien het weer ook? Dat soort kleine dingen? Ja, we hadden vorig jaar ook wel redelijk veel tegenslag. Aantal koersen. Ja, we hebben veel gekoerst in het voorjaar, veel punten gepakt. Maar ja, ook wel met veel mensen ziek geworden eigenlijk. En toch wel liggen kwakkelen in maart en april. En ja, dan is het helemaal lastig om mee te doen natuurlijk. Dus ik denk, we zijn nu al met de meesten wel iets later in de opbouw. We hopen dat het dan goed komt richting de komende weken. En aan de andere kant, Biniam is juist heel goed begonnen. Omdat we die juist al vroeg goed willen hebben. En, ja, goed, dan hopen dat hij zeg maar, nu ook zichzelf goed kan laten zien. Zie jij jouzelf als een potentiële klassiekerwinnaar? Nou, tegenwoordig zijn hier zoveel goede renners dat ik mezelf zo niet zie. Het is eerder zo dat als ik een goede dag heb, dat ik daar zeg maar een beetje onder hoor te vallen. En met een beetje geluk op een goed moment kan anticiperen. En dat het dan, als alles goed valt, dat er iets moois in zit. Maar dat is iets anders dan dat ik mezelf als ergens winnaar zie. Well, you.